Je weet hoe dat zit in de populaire cultuur. Pas als er een film is, dan weten we hoe het zit. En dan wordt het een wereldwijd. Of dat nu de Lord of the Rings is of Oppenheimer, dat maakt allemaal geen zak uit. Pas als het een film is, dan is het iets cultureel. This is a national emergency. Detonate a charge. Deze week komt de lang verwachte film Oppenheimer uit in de bioscoop. Hij wordt gezien als de geestelijk vader van de atoombom. J. Robert Oppenheimer veranderde met het Manhattan Project voorgoed de wereld. Historicus Maarten van Rossum weet waar het allemaal begonnen is. Als men niet bang was geweest dat Nazi-Duitsland een atoombom zou kunnen ontwikkelen, gezien ook de natuurkundigen die van hoog niveau waren in Duitsland, dan hadden de Amerikanen dat ding nooit gemaakt. Het ging juist om de kans dat. Stel je voor dat. Welke rol had Oppenheimer, was de directeur van het project, maar er was ook nog een soort supervisie vanuit het leger. Wat denkt u wat zijn belangrijkste bijdrage is geweest? Om al die natuurkundigen te binden en door zijn briljantie te stimuleren om die zaak zo snel mogelijk te ontwikkelen. Want het is natuurlijk, ja, feitelijk is de echte start pas in de loop van 1942. Dus ze hebben dat ding eigenlijk in no time in elkaar gezet. En dan hebben ze natuurlijk een proefexplosie gedaan. Dat noemden ze Trinity? Ja, Trinity. Dat is dat punt waar dat ding voor het eerst ontploft. En dan zegt Oppenheimer ook, hè, die heeft zo'n fameus citaat uit de Bhagavad Gita. Wat ik nu natuurlijk vergeten ben, maar goed. I have become death of zoiets. Ja, zoiets, ja. Now I am become death, the destroyer of worlds. De Trinity-test was de culminatie van het Manhattan Project, waar 3 jaar lang door uiteindelijk 130.000 mensen aan gewerkt was en die ruim $2 miljard kostte. Deze eerste kernexplosie ooit vond plaats in de woestijn van New Mexico op 16 juli 1945. De lichtflits was feller dan de zon en op 290 kilometer van de testplaats nog te zien. De explosie had een kracht van zo'n 19.000 ton aan TNT en de klap zou op 190 kilometer verderop nog ruiten hebben doen springen. Tot dat moment wist niemand precies wat er zou gebeuren als er op de rode knop werd gedrukt. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. De omvang van de explosie viel ze mee of tegen, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar de omvang was groter dan ze feitelijk verwacht hadden op grond van berekeningen. Maar hoe gek dit ook mogen klinken, het was natuurlijk een bommetje van niks. Ik weet niet wat het was, ik denk 12, tussen de 12 en 18 kiloton of zo. Maar het idee dat dan vervolgens de planeet in stukken zou breken, die kans was niet groot, nee. Moest je wel een beetje naïef zijn om dat te veronderstellen. Er moet al vrij veel gebeuren, wil de planeet in stukken breken. Na deze geslaagde test waren 2 atoombommen klaar voor gebruik, die later op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki zijn gegooid. Eind 1945 waren er als gevolg van de aanvallen circa 250.000 mensen om het leven gekomen. Het waren heel verschillende soorten bommen. Er was een plutoniumbom, daar zijn ze volgens mij mee begonnen. Maar... En er was een uraniumbom. Volgens mij was Fatman de uraniumbom en die lange cilinder was de plutoniumbom. Maar dat... Dan kan zijn dat dit tot boze brieven leidt. Hoe is het mogelijk dat die Van Rossum dat niet weet? Iedereen weet dat. Nou ja, dat is... Ja. Het is vooral die Fatman was een flink ding. In het oorlogsmuseum in Soesterberg hadden ze een replica van Fatman. En dat was een gigantisch... Een paar meter. Ja, een gigantisch ding. Ik was wel van onder de indruk, moet ik zeggen. Oppenheimer werd door zijn succes een held in veel ogen van Amerikanen, maar dat was maar van korte duur. Hij was tegen een wapenwedloop met de Sovjet-Unie en maakte zich niet geliefd onder diverse politici. Hij was links. En als je in Amerika met je af willen rekenen, dan doen ze dat door te zeggen dat je links bent. Want als je links bent, ben je per definitie een communist. En als je een communist bent, ben je per definitie een spion van de Sovjet-Unie. En we hebben het hier over natuurlijk de begindagen van de Koude Oorlog. En er is natuurlijk op een gruwelijke, typisch Amerikaanse manier met hem afgerekend, omdat hij heel kritisch was
over het beleid wat de Amerikaanse regering gevoerd heeft nadat de bom eenmaal ontwikkeld was. Sowieso het hele idee van een nucleaire wapenwedloop is onzinnig. Als je daar even 10 minuten over nadenkt, dan weet je wat een flauwekul dat in feite is. En dat is toch gebeurd. Aan het eind van de Koude Oorlog hadden de beide partijen samen 60.000 nucleaire wapens. De hele wapenwedloop in de Koude Oorlog was volledig getikt. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Wat heeft de atoombom gedaan aan de verhouding in de wereld? Er is bijvoorbeeld nooit meer een derde wereldoorlog geweest. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Dat is niet helemaal uitgesloten natuurlijk. Het scenario voor een nucleair conflict is dermate gruwelijk dat je wel oppast om een dergelijk conflict te veroorzaken. Als je kijkt naar natuurlijk het beroemde incident in oktober 62, de Cuba-crisis. Daar is altijd van gezegd, toen zijn we langs de rand van de afgrond gescheerd. Dat geloof ik eigenlijk niet zo. Vooral als je ziet hoe voorzichtig en terughoudend en verantwoordelijk Kennedy en Khrushchev zich feitelijk opstellen. Ze weten heel goed dat ze daarvoor niet verantwoordelijk willen zijn. En wel bereid zijn om de zaak in de minnen te schikken. Wat is wat ook gebeurd is. Is er iemand? De film Oppenheimer, geregisseerd door Dark Knight-regisseur Christopher Nolan, wordt al door veel critici bejubeld en gezien als zijn beste film tot nu toe. Het zal Oppenheimer opnieuw op de kaart zetten en het fascinerende verhaal over het ontstaan van de atoombom toegankelijk maken voor het grote publiek. Al zal Maarten van Rossum daar voorlopig niet bij zitten. Ik ga al jaren niet meer naar die bioscoop, joh. Moet je denken wat het betekent voor mij om naar de bioscoop te gaan. Dan moet ik met de bus naar het centrum. Geen genoegen voor een bejaarde, kan ik je verzekeren. Dan moet ik naar zo'n licht afgetrapte bioscoop. Hè, want dat is ook geen glorie meer natuurlijk, zoals vroegere filmtheaters. En dan word ik getrakteerd volgens mij, tenminste dat zijn mijn laatste herinneringen aan de bioscoop, aan een pauze. Waarin ik geacht word een flesje Fristi te kopen. En dan een beetje daar rond te drentelen, 10 minuten voordat de film weer begint. Nee.